Jongens, ik heb mezelf uit de kart geworsteld. Het probleem is, letterlijk, mijn beeldscherm is te goed. Ik heb een... meer dan 60 hertz monitor. En dat is letterlijk het probleem. Dus als je deze game wilt spelen, speel hem niet op een betere monitor dan 60 hertz. Kijk hoe we er langs gaan komen. Zo. Anyway, we gaan weer verder. Vorige aflevering had ik gesproken. Oh, dat scheelde niks. Gesproken over wat issues. Of in ieder geval een probleem waar ik tegenaan liep. Ik weet niet, maar het is gewoon, ik vind het vaag. Dat mij dingen verweten worden waar ik zeg maar. Die al langer spelen, waar nooit iets van is gezegd. En. Ja, dat vind ik bijzonder. Oh, kut. Oh, dat ging net goed. He was creeping around the camp all suspicious like. Must be a Yank spy. Ah, he's something else. Something special. Isn't that right, Haytham? Church told me all about you. And you should know better than this. You're not really in a position to be making threats, are ya? Not yet. Okay. Hoi. Zo. Kom maar jongens. Nee, maar ik bedoel, ik vind het gewoon. Ik weet niet, ik voel me dan toch een soort van schuldig, I guess. Meet me in New York. What? You mean to just leave now? If you can't handle a couple of mercenaries, then we've really no business working together. Unbelievable. Opa. En bang, bang. En bang, 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 bang. Top. Maar dat is gewoon iets, ja, het is misschien wat, ja, het kan misschien aan mij liggen, maar ik heb me zeker in deze situatie ook niet goed gehandeld. Ik heb dingen misschien een beetje verwaterd, maar los daarvan, ja, ik kan niet, zeg maar, als er tegen mij wordt gezegd dat er iets geen issue is. Het is lastig om in detail te gaan, ik wil eigenlijk dit een beetje privé houden, maar... Het is gewoon, ja, ik vind gewoon de hele situatie een beetje onzin. Ja, onzin is misschien een groot woord. Dat is ook weer lastig. Het is niet echt onzin, het is meer gewoon een miscommunicatie, maar het is niet fair. Vind ik. Oké, anyway. We moeten naar New York. Hebben we New York. Laten we daar maar eens naartoe gaan. Ik zie dat mijn game een beetje hakkelt. Ik weet niet, hopelijk is het volgende aflevering weer gefixt. Dus vanwege de... Op dit moment, hopelijk is het geen probleem. En anders hopelijk is de volgende aflevering weer gefixt. Want, nou, dat moest even vanwege mijn monitor. Vanwege die missie. Kijk. We gaan gewoon, weet je, ik laat het issue wel gewoon even wat het is. Ik moet even zelf nog een plekje vinden. Misschien zou ik even een rondje gaan wandelen om eventjes erover na te denken, maar... If you could spare a bite, beat us, we're begging. Just distract him for a moment, and we'll take what we need. Oké. Okay. Oh, ik had hem moeten slaan. Oepsie. We gaan deze kant op. Want als ze me niet meer zien, dan kan ik gewoon... Heb ik nergens meer last van. Ik denk, doe even samen Mr. Store. Dat moet je ook gewoon niet doen.
op, we zijn weer weg. Nergens last van. Maar zo'n issue kan wel je dag verpesten. Dat is wel een beetje het jammer. Kijk, ik bedoel, ik weet niet, dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel eens een keer ervaren. Iedereen heeft dat wel eens. Dat je zeg maar een goede dag hebt en dan in één keer door iets stoms of iets kleins kan het zomaar verneukt worden. Hopelijk zijn er dan dingen zoals mijn video's die een beetje een lichtpuntje kunnen maken voor je dag. Dat is uiteindelijk, weet je, ik bedoel, je zet niet iets op het internet om het niet te, ja, om te hopen dat het niet bekeken wordt. Dan kan je het dus goed niet maken, maar weet je, je hoopt toch dat mensen er wat van meenemen. Ik hoop dat ik toch realistisch, zeg maar, een realistische YouTuber ben. Kijk, ik heb issues, iedereen heeft issues. Maar ik ben geen god, ik ben geen rolmodel, ik ben gewoon mezelf. Ik ben gewoon een dude op het internet, ik ben gewoon letterlijk gewoon een 23-jarige gast. Die zijn levensverhaal, ja het is niet zijn levensverhaal, maar zijn ervaringen met games en gewoon bepaalde situaties gewoon graag op het internet deelt. En wellicht dat het ja, voor sommige mensen kan helpen, dat is dan wat ik hoop. En in dit geval is mijn hoop dan dat mensen zoiets hebben van, oh deze game ziet er dope uit, ik ga het kopen. Of ik zat erover te twijfelen om deze game te kopen en ik vind daar geen reet aan. En wellicht kan ik jullie nog wat vertellen over ja, mijn ervaringen met bepaalde games. Wellicht ja, dat ook helpt. Of ervaringen in het leven die ik heb meegemaakt. Misschien dat jullie er wat van kunnen leren. Weet je. Dat zijn altijd de dingen. Het is misschien een wat, hopelijk een wat diepgaander. Hopelijk is mijn commentary wat diepgaander dan menig andere gewoon gamers op YouTube. I see you made it here in one piece. Recovered from your beating then? Benjamin Church is holed up in an abandoned brewery on the waterfront. We should be done with this by sunrise. Good. I would like to have those supplies returned as soon as possible. Of course. I wouldn't want to keep you from your lost cause. Come along then. Follow me. Ik wil graag meer gaan sporten weer. Want ik bedoel, ik heb de afgelopen 2 weken eigenlijk niet kunnen sporten. Ik tenminste niet heel veel. Leden door ongeveer onder andere het Songfestival. Wat gewoon 3 dagen van je week kost. Door ja, andere situaties die gewoon tijd kosten. Door andere afspraken die gewoon tijd kosten. Door vakantie. Ja, weet je, soms heb je het gewoon te druk. En dat is wel jammer, want ik wil het wel graag oppakken. Dus ja, daar gaan we waarschijnlijk mee verder. Komende week. Gelukkig dat dan wel weer. Tell me something. You could have killed me when we first met. What stayed your hand? Curiosity. Any other questions? What is it the Templars truly seek? Order. Purpose. Direction. No more than that. It's your lot that means to confound with this nonsense talk of freedom. Time was. The assassins professed a far more sensible goal. That of peace. Freedom is peace. Oh no. It's an invitation to chaos. Only look at this little revolution your friends have started. I have stood before the Continental Congress and listened to them stamp and shout. All in the name of liberty. But it is just noise. And this is why you favor Lee? He understands the needs of this would-be nation far better than the Jobinels who profess to represent it. It seems your tongue has tasted sour grapes. The people have made their choice, and it was Washington. People chose nothing. It was done by a group of privileged cowards seeking only to enrich themselves. They convened in private and made a decision that would benefit them. Oh, they might have dressed it up with pretty words. Does not make it true. The only difference, Connor, the only difference between myself and those you aid is that I do not feign affection. Ja, dus ik merk ergens wel een vage, ja, soort van, hoe zeg je dat, layer van kut.
Ja, geen vage layer van kut, maar een vage layer van, ja, hoe zeg je dat, baas. We gaan even deze even doen, tussendoor. Nou, een soort van vage layer van, zeg maar, baas, omdat, ja, mijn, omdat ik dus heel even kort mijn, de kwaliteit van mijn monitor naar beneden heb gezet om die mist te kunnen voltooien. Ja, sorry daarvoor, maar ja, volgende aflevering beter. Nee, ja, ik weet niet. Ik zie gaming kanalen. Overigens, ik krijg nu in één keer allemaal kleine kanaaltjes aangeraden. Hartstikke leuk. Ik vind het leuk om te zien dat andere mensen ook hobbyën. Alleen dan denk ik toch dat mijn video's nog net wat kwalitatief hoger zijn. Omdat je maar net wat betere gear hebt. Net iets spraakzamer bent ofzo. I don't know. Dat is mijn mening, maar ja. Ik heb dan ook ik heb wel minder views dan hun. Dus nog dan hen. Dan zij. Maar ja, dat hoef ik natuurlijk niks te zeggen. Okay, ik ben heel trots op hetgene wat ik doe. Andere mensen waarschijnlijk ook op hetgene wat zij doen. En dan more power to them. Het zou me wel leuk lijken om een keer een collaboration te doen met een YouTuber die kleiner is. Dus mocht je interesse hebben, mocht je zomaar... Dus ja, ik vind het lastig, want ik bedoel, het is niet zo dat... Wow. Hold a moment. Church, you clever bastard. What is it? I was hoping I could wave you past the guards, but it has replaced most of them with men I don't know. Well, I should be able to pass without arousing suspicion, but you... No. We do this together or not at all. Then what do you propose? I will find a guard who is off duty and take his uniform. Very well. I will wait here then. Of course you will. Oh, I'm sorry. Would you like me to come along and hold your hand, perhaps? Provide kind words of encouragement? We gaan gewoon lekker door. Oh, prevent the execution. Ja, dat kan ik wel. Yo. Allee! Allee! Hoppa! Steek, steekie! Hoppa! Zo, nou dat is redelijk makkelijk. Oh, andere kant. Even deze kant op. Ik wil niet met jullie fucken. Kijk, gewoon even het dak op, zodat ik daar geen last van heb. Zo. Nee, kijk, ik vind het lastig. Ik zou graag een collaboration willen doen. Alleen, het ding van collaborations met mensen die je niet kent is waar je weet niet of er een klik is. En als je geen klik hebt, is de video cringe. En als de video cringe is, maak ik hem liever niet. Ik bedoel... Hoppa! Ik bedoel, zeker met iemand die ik niet ken. Dan liever niet, zeg maar. Zo. That should suffice. Follow me. Hold, strangers. You tread on private property. What business have you here? The Father of Understanding guides us. You I recognize, not the savage. He is my son. Tasted of the forest fruits, did you? Off you go, then. Top, thank you. We zijn binnen. Nee, het is het lastige van, dat is en blijft het lastige van, ja, collaborations. Maar het lijkt me wel leuk om een keer te doen. Ik weet alleen niet waar, hoe, wat en wat voor video. Maar hey,
Weet je, dat zijn allemaal zorgen voor later. Daar heb ik het op dit moment ook gewoon veel te druk voor. Ik heb een schermprotector op mijn beeldscherm, maar die is behoorlijk kapot. Dus die moet ik eens een keer vervangen, man. Ik heb een maat van mij, die heeft echt letterlijk een barst in zijn telefoon. Het slaat helemaal nergens op. Daar kan je gewoon bijna niet meer doorheen kijken door die telefoon. Het moet strange voor jou, discovering my existence as you have. I'm actually curious to know what your mother might have said about me. Always wondered what life might have been like had she and I stayed together. How is she, by the way? Dead. Murdered. What? I'm sorry to hear that. Oh, you're sorry. I found my mother burning alive. I'll never forget her face as she sent me away. Charles Lee is responsible for her death by your order. And you're sorry. It's impossible. I gave no such order. I spoke the opposite, in fact. I told them to give up the search for the precursor site. We were to focus on more practical pursuits. It is done. And I'm all out of forgiveness. Benjamin Church. Stand accused of betraying the Templar Order and abandoning our principles in pursuit of personal gain. In consideration of your crime, I hereby sentence you to death. No! You're too late. Church and the cargo are long gone, and I'm afraid you won't be in any condition to follow. Ooh, Church heeft ons opgezet. We've chosen to stand with the victor. It's Britain who will win this war. You always did prefer principles to profit. Perhaps that's why your little kingdom started to crumble. Hoppa. It was a nice dream you had, but a dream is all it ever was. Look at the half-breed fight, like some feral dog. Best we put him down. Yo. Het zijn behoorlijk vervelende ventjes ook hoor. Hoppa. There we go. Where is Church? I'll tell you anything you want. Only promise that you'll let me live. You have my word. He left yesterday for Martinique. Took passage on a trading sloop called the Welcome. Loaded half its hold with the supplies he stole from the Patriots. That's all I know, I swear. You promised. And he kept his word. Let's go. Okay. Wat een gezelligheid hier, jongens. Zijn we nog best wel een goed team samen? Connor en Hayden. Oké. We need to get out of here. You don't say. Bedankt voor deze opmerking, Captain Obvious. Ja, een leuke, ook tussen gave scène. Zeker weten, maar. Tot nu toe, ik moet heel eerlijk zijn over. Als ik heel eerlijk moet zijn over wat ik vind van de Assassin's Creed 3. Ik, ja. Het is een leuk spelletje. Het is en blijft een prima spelletje. Kom ik heen. Waar de fuck moet ik. Hoe de fuck moet ik daar boven komen? Het blijft een leuk spelletje, maar het is zo'n buggy mess. Dus ja, het blijft een van de slechtere Assassin's Creed's. Dat is maar wel duidelijk. Oké.
can find something to pry it open. Connor? What are you up to? Oh, no. Don't do that. There's no way of knowing what's on the other side! We do now. Nice. Church is at least a day on us. We must move quickly if we're to catch him. I have a ship we can use. Meet me on the pier when you're ready. There we go. Foam and the flames. Nou kijk, we zijn toch wel een heel eind. Ik bedoel, we zijn toch wel zeker over de helft. We blijven gewoon lekker doorwaggelen. Deze aflevering was misschien wel wat langer, maar hey, weet je, je kan niet altijd korte afleveringetjes maken. Soms moet je wel even stappen zetten en dat hebben we deze aflevering zeker weten gedaan. Dat is goed om te weten. Mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer, deel met je vrienden. Hoop je volgende keer weer terug te zien bij de aflevering van Assassin's Creed 3. See ya.